Is spelen met speelgoed een spel? Als je goed speelt, is het een goed spel. Als je spelt, moet je goed spellen. Men spelt goed als men zegt G-O-E-D. Dan spelt men goed. Wat is uw favoriete spel? Dat is Stratego. Omdat ik daar een heel leger kan dooddoen op mijn bommen. Boenk, boenk, boenk. En dan plaats ik mijn spion juist achter mijn maarschalk. Willen ze mijn maarschalk pakken, pakt de spion hun maarschalk. Maar eigenlijk speel ik veel liever shootspelletjes op de computer. Dat zijn videospellen. En bordspellen. Al het scherm en het bord weg. Wat is uw favoriete spel? Jojo. Nu jojo. Dat gaat op, dat gaat neer. Dat is de flow van het leven. Op en neer. Op en neer. Zo doet men ook seks. Op en neer. En bij sommigen is dat opgedaan. We zijn hier aan het afwijken, hè. Een jojo is een stuk speelgoed. Ja. Is spelen met speelgoed een spel? Ik weet het. Het is moeilijk voor Minus Habentes om dat te kunnen bevatten. Is voetbal een spel? Nee, ja. Voetbal, dat is een Jeannette gedoe. Het is gelijk het eerste spel. Nee. Ja. Hoeveel keer wordt daar gescoord? Dan wacht je 90 minuten om op 0-0 te komen. Dat is toch geen spel? Tennis is een spel. Basket is een spel waar er kan gescoord worden. Maar toch niet 0-0. En als ze dan een keer scoren, dan liggen ze aan het rollenbollen over de grond. Dan geven ze elkaar kusjes. En buiten het veld voetbalbrouwen. Met dikke borsten en blond haar. Maar in het veld zitten ze met elkaar te rollenbollen. Dat is geen spel, dat is perversie. Dank u wel voor deze les. De volgende keer leren we u gitaar spelen. Is dat een spel?